af en toe dan bellen we zo eens naar onze gasten die geweest zijn en zeggen van, hebben jullie nog iets leuks te vertellen? Hè, voor bij ons in de zetel om aan Limburg kenmer te maken. En dan waren deze gasten die zeiden van, ja, we zijn bezig met een nieuwe plaat. Die gaat heten, moet ik even zelf kijken, snak. Party snak. Maar er is nog geen clip, die is nog maar half af. Maar wacht, vanavond in Komen Eten op 4 ga je het al kunnen zien. Dus we hebben de beeld alvast opgevraagd, zo gaat jullie nieuwe single zijn. Plots stormden daar nog 3 andere gasten binnen, uit het niets eigenlijk. En ik had zoiets van, wat gebeurt hier? Dat is een beetje hip-hop-stijl. Dan kun je dat echt zien dat Benjamin leeft van de show. Ik vond dat wel grappig. Nou, één ding is zeker, als FC Kabul ergens komt, dan valt het allemaal in duigen van elkaar, man. Dat is jullie nieuwe single, ja. De Party Snack, voorgesteld vanavond in 4, in Komen Eten. Ja. Hoe komen jullie bij een Party Snack? Oei, hoe kom je bij Party Snack? Door een broodje bakpauw? Ja, waarschijnlijk. Ja. Dat is een bepaald ding. Nee. We weten het niet. Nee? Nee. Misschien omdat Van Reuzel jou sponsort, de bekende frikandellen-gigant uit Hameltachel. Dat is er nagekomen. Dat is er nagekomen. Ja. Ah, dus leuk. Voor een keer een andere dat is volgorde. Het concept. Ja. Ja, elke zei het al. Jij kijkt dus blijkbaar ook naar Komen Eten iedere avond? Niet elke avond, maar af en toe. Dan zitten we inderdaad in de zetel. Dan zijn we een beetje aan het zappen. En als er dan zo van die sprekende, rare figuren voorbij komen, zoals Benjamin, dan blijven wij wel eens hangen. En dan beginnen wij zoals iedereen, denk ik, thuis Benjamin, in de zetel. Ik had 2 gevoelens gisteren. Ik ken jou natuurlijk al een tijdje, maar ik denk voor de rest van Vlaanderen, die niet een halve gare jij bent, is het toch wel speciaal, denk ik, om jou te leren kennen zo met heel wat Fransen. Hoe was jouw gevoel aan Komen Eten? Heb je tijd gehad? Voor mij was dat eigenlijk een week verlof. Ja? Ja. Heb je echt genoten van de mensen nog die meedoen? Met rust gelaten door de RVA en de VDAB. Ook al, dus je bent eigenlijk aan het werken. Dat was voor mij een week vakantie. Zeg, en goed gegeten. Ja. Voilà. Ja, je zei het ook al, elke Tanja, daar had je een band mee, Benjamin. Wat is er zo speciaal aan die Tanja? Ja, gewoon. Je zit in de sfeer en Komen Eten en dan Tanja. Ja. Zo is dat. Ja, maar ben je nog vrijgezel of niet? Misschien wel, misschien niet. Misschien niet, maar voor Tanja wel. Ik voelde blijkbaar iets bloeien daarin. Er is niks meer van gekomen, helaas. Oké, ja, goed. Ik kan niet alles hebben natuurlijk. Hè. Zeg, vanavond gaan mensen jou kunnen zien, want vandaag is heel de bende van Komen Eten te gast bij jou. Wat ga je maken buiten rotzooi? Eigenlijk rotzooi. Ook rotzooi? 2 keer. Niet echt rotzooi, maar hoe moet ik zeggen? Ik heb een beetje te veel hooi op mijn vork genomen. Wat heb je gedaan? Ik heb te veel ingrediënten gebruikt. Je moet niet zo bescheiden zijn. Je gaat je ogen niet geloven. Zo lekker. Ja, maar en koken. Zo prachtig zag het eruit dat het die gemaakt heeft. Ja, ik was gewoon aan het... veel te bescheiden. De beelden spreken misschien tegen vanavond. Nee. Dat is wat het er zelf van maakt. De beelden gaan niet tegenspreken, vooral niet. Nee, je gaat niet weten wat... Je moet sowieso kijken. Iedereen moet kijken, omdat je gaat iets zien dat je... Je kunt die ogen gewoon niet geloven. Dus je hebt niet meegedaan aan Komen Eten om jullie groepje een beetje te zetten. Ja, ik ga heel eerlijk zijn. Kijk, daar gaat ook zo de ronde op internet. Maar eerlijk gezegd... Daar ik heb ook gewoon nog iets over te zeggen dadelijk over internet. Maar eerst maar ik, hè. Ja, jij toe. Voilà. Uiteindelijk, ik doe mee. Waarom? Ik zie dat op tv en ik vind dat leuk en gezellig. Ik wil eraan meedoen. Natuurlijk dat je een band hebt en dat je van een drieling bent bijvoorbeeld. Dat linken ze eraan. En dat is wel mooi meegenomen, dat je daar een beetje promotie rond kunt maken. Maar dat is niet mijn Hij is de nieuwe Leslie aan Poppen. Hij heeft dezelfde borstomtrek ongeveer. Nee, niet de nieuwe Leslie aan Poppen. Benjamin de Eerste. Benjamin de Eerste, kijk. Hey. Dat is heel anders. Een Limburgse Prins Carnaval vanavond in Komen Eten. Maar wat heb je met je benen gedaan? Ja. Prins Carnaval. De buis over mijn voeten. En mijn mama was niet thuis. En toen heeft Fury mijn ding moeten doen, maar dat is niet zo goed gedaan. Nee, dat is een beetje lastig. Je kwam met een rolstoel hier binnen in de studio. Maar een buis over je voeten, waar dat nu Thuis.
De G5. Echt waar? De avondlijn. Zeg maar, waar zijn de rest van de maten van FC Kabul? Want normaal breken jullie toch altijd de studio af? Dus, ja. Met z'n allen? Jullie zijn als een vierling eigenlijk? Anton en Dimitri zitten in het Universitair Ziekenhuis van Leuven. Ja. Weekendongeval. Ook? Een weekendongeval gehad. Een weekendongeval, ja, wil ik het weten. We zullen het wel eens lezen in de krant, denk ik. Dat denk ik ook. Fascinerend. Het zijn fascinerende ballen, gewoon. Ik denk dat jullie toch een beetje moeten opletten met jullie energie. Nee, zo, zo echt, nee. Hè, zonder de geitenwolle sok uit te hangen. Maar jullie energie moet toch zo'n beetje... Waarom? Nee. Ja, moet ik zeggen, een beetje afgemeten worden. Of het wordt te veel, zo, niet? Nee, maar je leeft maar één keer. Hè. Waarom moet je afmeten? Ja, je gaat niet lang leven als zo lang. Niet correct, hè, afmeten. Ik weet één ding in ieder geval. We gaan een speciaal imago krijgen als zij in de provincie Limburg in komen eten vanavond om 4. Dankzij Benjamin en Jury, bedankt voor het komen. We hebben meteen een beetje van party snack gekregen. Als de clip af is, laat iets weten. Ja. Hè. Elke en ik willen wel figureren, vooral bij het eten van de party snacks. De clip ging normaal gezien deze week af zijn. Maar ja, dat is een klein beetje uitgelopen. Voilà. Voilà. Ja. Het is een klein beetje uitgelopen en de clip zal dus waarschijnlijk voor volgende week of de week erop. Ah wel, kijk, dan kom nog maar eens terug met jullie rolstoel. Heren, ja, veilig thuis. Breng jij je broer even terug naar huis, vriend? Dat ga ik niet doen. Nee, dat ga je, hij zal er zelf wel geraken. Heren, tot de volgende keer. Dank je wel. Salut Benjamin, succes met komen eten vanavond. Elke bedankt voor het komen sowieso ook. Komt dan nog een televisie. Maak je geen zorgen, wij gaan nog een koffie drinken hier sowieso. Bij ons in de studio. Ja.